Welkom terug bij FIFA 17. We gaan verder met Super League Career Mode. We hebben vandaag 3 wedstrijden. Een uitwedstrijd bij CSKA Moskou. Daarna een thuiswedstrijd tegen Atletico Nacional. En volgens mij een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de League Cup. Maar we beginnen met deze uitwedstrijd bij CSKA Moskou. Kunnen we eindelijk eens de schroom van ons afspelen? Want we zijn toch een van de gedoodverfde titelkandidaten, zou ik zeggen. Zeker met Chelsea. Ik denk dat Liverpool en Chelsea toch wel de grootste kandidaten zijn. En natuurlijk zijn er een paar outsiders. Wolfsburg misschien, Fiorentina. Misschien wel Ajax. Ajax doet het tot nu toe aardig. Hebben natuurlijk ook van ons gewonnen. Maar we beginnen in ieder geval dus tegen CSKA Moskou. Daar moet onze glorie, de route naar glorie beginnen. Hier Lallana, Milner met een afstandsschot. Het is geen slecht schot. Milner begint vandaag dus in de basis. Het is een aardig schot, maar gaat naast. Het is in ieder geval al een beetje actie om mee te beginnen. Dat is nooit verkeerd. Traoré is de bal kwijt. En dan kunnen wij weer aanvallen. 24e minuut inmiddels. Milner. Emre Can. Mané. Sturridge. Op zich wel de grote naam in het team. Goeie bal op Can. En Can maakt het af. Ja. In die wedstrijd tegen Marseille miste hij een paar enorme kansen. Maar hij liet wel zien dat hij in ieder geval vaak in de positie komt om te scoren. En ook vaak de aanvallen opzet. En precies dat laat hij hier ook weer zien. Hij stond enigszins aan de basis van de aanval. En uiteindelijk maakt hij het ook nog eens af met een goede loopactie. Goed paasje ook van volgens mij Sturridge. En zo staan we zowaar op voorsprong. En de laatste keer dat gebeurde is alweer 4 wedstrijden geleden. Dat was de 1-0 tegen Ajax na een penalty van Wijnaldum. En uiteindelijk verloren we die wedstrijd met 3-1. Maar we staan in ieder geval weer voor. Dat is een goed teken. Klein via de rechterkant. Mané. Milner. Links is misschien wat te vinden. Sturridge. Mag ik hier rondspelen? Milner. Coutinho draait weg. Coutinho. Of het is Lallana. Het is niet Coutinho. Volgens mij speelt Coutinho niet eens. Lallana speelt in de plaats voor Coutinho. Maar kijk eens hoe hij dit doet. Uitstekende goal. Draait hier goed weg van zijn tegenstander. En dan in de benedenhoek. Prachtige goal. En zo staan we na een half uur gewoon 2-0 voor. En zitten we toch wel op rozen. Natuurlijk gaan we gewoon proberen om die stand nog verder op te laten lopen. Maar het is zeker een stap in de goede richting. Adam Lallana scoort zijn eerste goal dus van het seizoen. Milner speelt vrijwel altijd een goede wedstrijd als hij speelt. Zo ook hier. Lallana, Can. Inmiddels wel diep in de tweede helft. Lallana. Can is trouwens een speler die bijna nooit de bal verliest. Het schot is hier van Origi, denk ik. Ik denk dat ik Origi voor Sturridge heb laten inkomen. Maar dat weet ik niet heel zeker. In ieder geval, ingooi is niet al te best. Mané krijgt hem toch bij Can. En dan boom! Wat een goal! Emre Can scoort een fantastische goal. De 0-3. Nu zijn de 3 punten toch wel 100% zeker. Bal van Mané komt zowaar aan. En een geweldige aanname ten eerste. En hup, uit de lucht genomen. Prachtige goal van Emre Can. Misschien wel de mooiste goal tot nu toe gescoord. Hij scoorde ook een mooie goal met Wijnaldum, weet ik nog. Maar dit is een prachtige goal. En hij scoort dus het tweede van het seizoen. Nadat hij eerder vandaag al de 1-0 maakte. Het is een goede dag voor de Turk. Volgens mij is het een Turk. Misschien een Turkse Duitser. Dat weet ik niet. Maar deze bal komt ineens aan.
Sako miste die bal compleet en zo krijgt CSKA 10 minuten voor het einde toch een kans. Moreno krijgt een gele kaart. Maar toch een fout daar ook van Sako, die daar naar de bal ging, maar hem eigenlijk gewoon compleet miste. Henderson, weer een goede actie van hem. Lallana. Lallana met het schot. Recht op de keeper, niet al te moeilijk. Hakking VF. Ervaren keeper natuurlijk. Ook van het Russische nationale team. Zo krijgen we nog een corner. Kunnen we nog de 4-0 maken. Een minuut voor het einde. Corner is goed. Oh, goede kopbal ook van Moreno. Maar bal gaat naast. Ah, mooie corner. Ik denk dat het nog wel wat scheelt. Maar het zag er in ieder geval heel dreigend uit. Maar het is nog niet helemaal voorbij. Akinfeev met de doeltrap. Ilori verliest het duel. Maar hoe heet die? Strandberg levert daarna in. Lallana. Goede bal op Origi, die inderdaad dus is ingekomen. En Mané scoort ook een prachtige goal. Wauw. Nu vliegen ze er ineens van alle kanten in. In de afgelopen 4 wedstrijden hebben we 2 doelpunten gemaakt. Maar, nou oké, okay, als je die wedstrijd van Marseille niet meetelt. Maar wat een fantastische goal is dit. Die wedstrijd van Marseille was natuurlijk in de beker. Maar ja, we scoren gewoon 4 doelpunten. En 2 fantastische goals. Nou ja, die andere 2 waren ook heel, heel aardige aanvallen. De laatste 2 waren gewoon prachtige schoten. Ik heb niet de statistieken. Maar laten we zeggen dat we aardig gedomineerd hebben in die wedstrijd. Dat was al vrij duidelijk. Dan zijn we inmiddels gestegen naar de 14e plek. En spelen we tegen de nummer 21. En dat is Atletico Nacional. Er zit trouwens een bug in de stand. Want je zag daar, als je het niet hebt gezien, kan je altijd terugspoelen. Maar je zag bij goal difference, zag je 9 staan. Maar dat is niet onze goal difference. Want volgens mij onze goal difference is nu plus 2. Maar bij goal difference staat gewoon het aantal doelpunten dat we tot nu toe hebben gemaakt. Terwijl Atletico Nacional hier een enorme kans krijgt na een half uur spelen. Want volgens mij hebben we tot nu toe 9 doelpunten gemaakt. Alhoewel, hebben we zo? Nee, we hebben 4 plus 2 plus 1. We hebben 7 doelpunten gemaakt, denk ik. Nou ja, anyway, we leveren in. En dan weer een kans voor Nacional. En nog één. Maar we komen heel goed weg in deze. Nou ja, het is niet eens de beginfase. Er is al een half uur gespeeld. Niet heel veel gebeurd. Thuis blijft het toch altijd lastig nog. Want. Maar hier wel Milner. En die wordt gefloord en dat wordt een penalty. Maar ik wilde zeggen, want als je gaat kijken naar. Oh, rode kaart ook voor Bocanegra. Maar als je gaat kijken naar de laatste 2 wedstrijden. De laatste 2 uitwedstrijden tegen Villarreal. Enorm veel kansen in de beginfase. Tegen CSKA. Gewoon volledig dominant. Ik weet niet wat de uitwedstrijd daarvoor was. Ja, oké, okay, dat was tegen Sevilla. Die was wat minder. Maar als je dan gaat kijken naar de laatste 2 thuiswedstrijden in de competitie. Tegen Ajax en. Ik ben de naam weer vergeten. En Schalke, toen, dat waren toch echt duidelijk mindere wedstrijden. Opnieuw tel ik Marseille niet mee. Omdat dat in de beker was. Milner gaat hem nemen. En slechte penalty, maar de rebound. Jawel, het is 1-0. Het was een dramatische penalty van Milner. Maar hij heeft de mazzel dat hij de rebound kan nemen. En zo hebben we 2 van de 2 penalties dit seizoen gescoord. Als je dat zo gaat bekijken. Natuurlijk officieel is dit geen goal uit een penalty. Maar ja, laten we eerlijk zijn. De penalty was toch wel echt belangrijk bij deze goal. En zo staan we vlak voor rust ook. Staan we 1-0 voor. In een hele moeilijke eerste helft tot nu toe. Dus dit komt wel erg gelegen. Hier pakt Aguilar de bal. Die geeft de bal aan Ibarguen. En de goede redding is daar van Karius. Atletico Nacional is natuurlijk de winnaar van de Copa Libertadores afgelopen jaar. De Champions League van Zuid-Amerika. Dus dat is zeker geen slechte tegenstander.
Maar ze staan wel 21ste na 7 wedstrijden. Dus daar zouden we van moeten winnen. Dat doen we uiteindelijk ook. Maar in een bar slechte wedstrijd. Zeker van onze kant. Nationaal had toch nog wel een paar aardige kansen. Maar die penalty. Uiteindelijk de gemiste penalty is de reden dat we deze wedstrijd winnen. We hebben uiteindelijk wel duidelijk meer kansen. Maar blijkbaar waren die kansen niet echt groot. Anders zou ik ze wel hebben laten zien. Want we hebben eigenlijk geen kans gezien. Behalve die goal van Liverpool. Dus ik denk dat het gewoon een dramatische wedstrijd was van onze kant. Of ik ben vergeten de highlights op te schrijven. Anyway, we gaan naar de grote wedstrijd van deze aflevering. Tot nu toe twee afleveringen. Wel weer de nul gehouden. Al was het af en toe een beetje wonderbaarlijk. Maar dit is natuurlijk de grote wedstrijd in de Football League Cup. Tegen Liverpool. Nee, niet tegen Liverpool. Tegen Tottenham Hotspur. In het donkerblauw met goud. Wij in het rood met goud. Een mooie avond hopen we dat het gaat worden. Ik weet niet precies welke ronde het is. Ik denk de ronde 4. Misschien ronde 3. Dat weet ik niet precies. Maar anyway. We zien vanzelf al wanneer we in de finale staan als we eenmaal Wembley oplopen. Hè? Maar in ieder geval, dit wordt mijn opstelling. Het is, ik wilde zeggen mijn allerbeste opstelling, maar we zien daar toch Markovic. Wie speelt er niet? Firmino speelt in ieder geval niet. Ook Milner staat, is uit de basis. Speelde toch wel weer aardig in de laatste twee wedstrijden. Opvallend bij Spurs in de spits Vincent Janssen, geen Harry Kane. Ik heb ook niet gezien of hij op de bank zit. Maar Janssen in de spits, voor de rest ziet het er wel sterk uit bij Tottenham. Tottenham dat natuurlijk speelt in de Premier League, het hoogste niveau. Natuurlijk op dit moment in Engeland, afgelopen weekend. Dus dat zal inmiddels een week geleden zijn. Hadden ze Manchester City verslagen. En staan ze nu maar 1 punt achter Man City. Dus ja, gewoon een uitstekende ploeg. Vorig jaar ook enigszins dicht bij het kampioenschap. Maar lange tijd de enige echte concurrentie van Leicester City. Uiteindelijk werden ze nog wel ingehaald door Arsenal volgens mij op de laatste dag. Het was een slecht einde van het seizoen. Hier de kans. Redding is van Mignolet. Kans is voor Tottenham. Tottenham dat zeer dominant zou zijn in de beginfase van deze wedstrijd. Schot was van Vincent Janssen. Die in het echt natuurlijk niet zo heel veel speeltijd krijgt tot nu toe. En hier Wanyama die de bal verovert. Speler overgekomen van Southampton. Southampton zit ook in onze competitie. Maar doen het volgens mij nog niet zo heel goed. Lovren krijgt de bal. Klein krijgt hem weg. En misschien is er een countermogelijkheid. Nee. Want goede interceptie. En de aardschot van Lamela is dat denk ik. Redding van Mignolet. Nee, het is de Dele Alli. En de redding is prima. Mignolet weer op doel. Omdat het een bekerwedstrijd is. Mignolet natuurlijk ook gewoon een goede keeper. Maar Karius is toch wel het grotere talent. En heeft nu al. Hij is pas 23. Heeft nu al een veel hogere rating. Van 83 om 78. Maar ik gun Mignolet toch nog wat speeltijd in de beker. Ik weet niet of ik dat hetzelfde ga doen in de FA Cup. De FA Cup wordt toch wel echt het toernooi waar we gaan pushen. Ik bedoel, op dit moment zitten we ook niet echt in een fase om te zeggen van, nou, wij gaan dit toernooi even winnen, want we verliezen zelfs van Ajax. Dus dan ga je ook niet winnen van Bayern München. Maar in ieder geval, en ook niet winnen van Tottenham, want Tottenham komt hier op voorsprong in de 22e minuut. Ik moet zeggen, het is terecht. Tottenham domineert in het eerste deel van deze wedstrijd. De corner, ja. Dit is wel heel makkelijk voor al de wereld. Neemt hem op de borst aan. Niemand die hem lastig valt. En dan schiet hij hem boven Mignolet binnen. En ja, dat is pijnlijk. Al de wereld. Dus met de goal.
Hij scoort zijn eerste in dit toernooi. En ja, we lopen al vanaf minuut 1 achter de feiten aan in deze wedstrijd. Want Tottenham is gewoon veel beter. Daar de voorzet. Niet weggehaald. Chatli met volley. Redding is daar wel van Mignolet. Maar er komt wel weer een corner na een half uur gespeeld te hebben. Chatli met het schot. Chatli in het echt is volgens mij naar... waar is hij naartoe? Sunderland? West Brom is hij naartoe. Ja. Maar sommige transfers zijn niet doorgekomen in dit spel. Dat heb ik in de eerste aflevering uitgelegd. Maar nee, met de... zo waar zijn wij in de aanval. En naar Coutinho, dat is gewoon een enorme kans. Hij had hem moeten aannemen en in de hoek moeten plaatsen. Dat was het juiste geweest. Maar we probeerden het in één keer. Coutinho. Komt toch wel wat gevaar van hem. Klein. Op een rare positie in balbezit daar. Hier bijna links buiten. Origi. Oh, het schot is niet goed. Ja, dit was de kans. We hebben aan de ene kant al een Belgische... Veel Belgen trouwens op het veld vandaag. Chatli, Vertongen, Origi, Mignolet. Nog één. Dembele misschien. Oh, maar het is hier 1-1. Maar nee. Zeg ik al de wereld al. In ieder geval best veel Belgen. Maar dit is zeker geen Belg. Maar dit is een Senegalees. Net zoals Wanyama aan de andere kant is hij dit seizoen overgekomen van Southampton. Ja, Mané maakt de goal. Daar zien we Mauricio Pochettino. Die niet tevreden is met deze goal. Het is tegen de verhouding in. We hebben de laatste tijd wel iets meer kansen gehad. Maar Tottenham is gewoon nog altijd sterker. En dat is ook zeker wel te zien in de slotfase van de wedstrijd. Ryan Mason hier aan de bal. Volgens mij speelt hij ook niet meer bij Tottenham. Maar bij Hull City op dit moment. Inderdaad, Dembele staat ook op het veld. Dus weer een Belg. En die geeft heel makkelijk de paas op Harry Kane. Die daar dus is ingevallen. En de goal maakt. Dus hij begon wel op de bank. Ja, zo hebben de Belgen ook een grote rol in deze wedstrijd. Hier de assist van Dembele dus. Een kwartier voor tijd. En zo hebben we dus nog maar 15 minuten om wat terug te doen in deze wedstrijd. All out attack natuurlijk. Dat hebben we ook tegen Ajax gedaan. Dat pakte verkeerd uit. Ajax won uiteindelijk met 3-1. Maar... het is een beetje hopen. Proberen de bal gewoon wat rond te spelen en zo steeds meer richting de andere goal te komen. Daar het schot. En dan hoopte ik op een rebound misschien. Maar de redding is van vorm. Goed gedaan. Toch ook wel een paar Nederlanders dan op het veld. Vorm, Jansen en Wijnaldum. Maar het blijft bij 2-1 en zo liggen we uit de League Cup. En ja, dat is natuurlijk een grote teleurstelling. Aan de ene kant, ik bedoel, Spurs had het verdiend. Spurs was beter. Laten we eerlijk zijn, 57%. Je ziet het niet echt in de kansen. Maar balbezit zegt wel al wat. En hier de cijfers. Coutinho was wel de beste man, daar ben ik het wel mee eens bij mijn team. En Harry Kane met toch een goede invalbeurt met de winnende goal. Dan gaan we kijken naar de stand na de vierde aflevering. Juventus leidt in de eerste league. West Ham leidt in de tweede. We zien daar Sevilla en Fiorentina ook bovenin meedraaien. Ook Ajax. En wij zijn inmiddels gestegen naar de 12e plek. Natuurlijk 2 overwinningen in deze aflevering. In de competitie. En een nederlaag in de beker. Besiktas heeft een... Wauw. Holy damn. Besiktas doet het goed in de League One, zeg. Ongelooflijk. En Krasnodar en Saint-Étienne doen het goed in de League 2. Ik vraag me trouwens af... Want ik heb soms het idee dat... als je uit FIFA gaat... En je savegame weer oplaadt... Dat dan de standen soort van opnieuw gesimuleerd zijn... Dat je dan andere uitslagen krijgt en zo.
Dus dat soms de stand niet helemaal juist is. In ieder geval, in de volgende aflevering hebben we drie wedstrijden. Uit bij Sociedad, thuis tegen Southampton en uit bij FC Porto. Dus weer drie gewoon hele lastige wedstrijden. Maar ik bedoel, er zijn positieve dingen in deze aflevering. We zien hier de uitslagen in de beker. En hopelijk kunnen we deze lijn doorzetten. Maar voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.